Ik ben Barbara Sierens en sinds 2 jaar samen met mijn team van brandmanagers verantwoordelijk voor het mooie merk Levi's. Ik ben in 2014 begonnen bij Akzo Nobel, de marktleider in verf met verschillende mooie merken. Met Sikkens en Trimetal bedienen we de schilders met topkwaliteitsverf. En met Levi's, Xilla Decor, Hemrite en Polyfilla doen we hetzelfde voor de do-it-selfers. Ik ben begonnen als business analyst op de finance afdeling en daarna de overstap gemaakt naar het marketingdepartement. Eerst als brandmanager en dan sinds 2 jaar als verantwoordelijke van het brandmarketingteam voor het Do-It-Zelf kanaal. In het team van Levi's werd ik ondergedompeld in kleur, inspiratie, dromen waarbij verf echt het verschil maakt om van je huis een echte thuis te maken. Levi's heeft een brede waaier aan submerken met elk een onderscheidende positionering, zodat we elke consument in zijn specifieke behoefte kunnen voldoen en hem het juiste product kunnen aanbieden. Het is echt een heel uitdagende job waar we zowel op de lange termijn werken, met onder andere het vergaren van consumer insights en identificeren van innovaties, als op de korte termijn veel impact kunnen bekomen door sterke mediaplannen en implementaties van nieuwe assortimenten of activaties in de winkel. Kortom, veel uitdagingen in een heel boeiende markt. Ik zou zeggen dat het geheim van Levi's zijn heel duidelijke en impactvolle visies, namelijk kleur brengen in het leven van mensen. En dit komt tot leven in alles wat we doen. Het is een consistente boodschap die echt relevant is voor alle consumenten. Met Levi's blijven we ook innoveren op alle aspecten, zowel op product als kleurtrends, de in-store materialen, het gebruik van de verschillende mediakanalen en sterke communicatieassets. Vorig jaar introduceerden we zo de slogan Leef je kleur om mensen aan te zetten om echt ten volle te leven en daarbij het liefst in je eigen kleur. En dit wordt mogelijk gemaakt door je huis een persoonlijk tintje te geven, met een likje verf natuurlijk. We verleggen voortdurend onze grenzen om verven te ontwikkelen die het verschil maken voor onze consumenten. Zo ook op gebied van sustainability. We dagen onszelf en onze partners dagelijks uit om nieuwe inspanningen te leveren om zo de toekomst van onze planeet te beschermen. Hierbij meteen een uitsmijter. Naast de voortdurende inspanningen die we leveren om onze verf duurzamer te maken en onze recepten aan te passen met beter afbreekbare grondstoffen, zullen we met Levi's vanaf 2022 ook onze verpakkingen aanpakken. Namelijk, we introduceren voor elke plastic verpakking gaan we over naar een gerecycleerde verpakking. Al deze aspecten dragen bij aan de kracht van het merk en met de winst in de categorie Best Decoration and Renovation wordt dit mooi erkend. Onze doelstelling is dat we echt zoveel mogelijk onze consument willen ondersteunen in zijn of haar shopper journey. Bij het begin van de shopper journey weten we dat verf- en kleurinspiratie toch steeds meer online wordt gezocht, bijvoorbeeld op Instagram of Pinterest. Om onze consumenten hierin maximaal te ondersteunen, tonen wij de kracht van verf en kleur in een sterk True Colors programma op onze sociale media, waarbij gewone mensen die in hun dagdagelijks leven met kleur bezig zijn, een eigen Levi's kleurpalet opmaken en waarbij ze laten zien wat kleur doet in hun leven. Dit wordt dan via een video op hun en onze sociale media getoond. Door al onze kanalen heen willen we mensen laten dromen over hoe hun interieur er met bepaalde kleuren zou kunnen uitzien. Met de Visualizer-app kan je de kleurcombinaties ineens ook in je eigen interieur insimuleren. Daarbij kan dan ook direct de bijhorende kleurentester online besteld worden om een favoriete kleur of kleurencombinatie in real life te testen. Online biedt dus echt een heel aantal mogelijkheden om consumenten beter te begeleiden in hun kleur- en verfkeuze. Echter, onze missie is te zijn waar de consument is. En we weten dat het grootste deel van onze consumenten nog steeds naar de fysieke winkel gaat. Ook daar doen we er alles aan om de shopper journey zo gemakkelijk mogelijk te maken met advies van het gespecialiseerde winkelpersoneel, met de juiste schapnavigatie, materialen en brochures enzovoort. We spreken dus over een omnichannel aanpak waarin ieder kanaal belangrijk is voor het ondersteunen van onze klant voor, tijdens en na zijn verfproject.